Vandaag gaan we dit afmaken. Vandaag ben ik klaar met deze dungeon. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Pikmin 2. Ik ben er weer, Zelda Play 20 terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering, nou ja, eigenlijk al een reeks van afleveringen zijn wij constant bezig geweest met... Ik mis een blauwe. Of zijn we een blauwe kwijtgeraakt? Dat kan natuurlijk ook. Ik denk het wel. Maar ja, in de vorige aflevering zijn we nog steeds in de... niet de Cave of Heroes. Ik heb het net zien staan, iets met Heroes. We hebben hier heel erg veel spinnen, die moeten we gaan verslaan. Het enige nadeel is, we hebben water hazards, dus dan maar hopen dat de gele geen probleem gaan geven. Die wil gewoon Pikmin eronder gaan gooien en op het moment dat hij zijn poison aanval doet, gelijk fluiten. En dan hoeven we ons daar geen zorgen over te maken. Hey dude, kom hier, ik ben er niet klaar met jou, hè. Gewoon aanvallen. Maakt niet uit. Jullie doen het hartstikke goed. Het heeft wel een secret. Het probleem is dus met die gele. Hij zegt dat hier een... Oh, die zal wel beschermen. Wacht. Ik heb een idee. President, ik weet het. Je bent een beetje... in gevarenzones op het moment. Oh, niet door het water heen lopen. Oh! Nee, uit het water. Oh, die zag ik niet aankomen. Oké, we hebben de yellers nodig. Ondanks dat er water zit... denk ik dat we dit het beste kunnen doen met de jellers. Oké, nou. Gewoon afstand houden. Die spinnen die maken niet uit. Die spinnen gaan we gewoon negeren. Oké, rode potion. Oh, nee! Kom op. Sluiten. Dit gaat lekker. We hebben hem! Oh, wat een concentratie! Oh, wat een snelheid! Oké, breng dit zo snel mogelijk terug voordat een van die spinnen het oppakt. Niet door die spin... Oké, gewoon snel. Negeer die spin. Negeer hem. Nee! Oké, goed zo. Ik was helemaal vergeten dat het Daddy Longlegs hier zou staan. Oh! We hebben het gewoon gehaald. In één klap! Oké, dus we hebben weer zo'n Gyro-blok van Rob. Find Gyro. Found Gyro-blok. Maakt niet uit. En nou had ik al in de comments gelezen. Ja, deze cave die heeft dus voor elke sublevel maar één treasure. Maar dat vind ik helemaal niet erg. Ik bedoel, serieus. Er waren waterhazards. En we hebben deze cave binnen drie minuten. 2 minuten is wel heel erg snel. Maar we hebben hem binnen 3 minuten gedaan. Dus op zich gaat het heel erg goed. En ons goal is om deze cave gewoon voor elkaar te krijgen. In deze aflevering. Tot we gewoon klaar mee zijn. Oké, we hebben hier. Is dit de final ground? Dat kan niet. Of wel? Ik weet niet. Zou zomaar kunnen. Oké, dit is de final level. En oh, dit is super lang, Lex. Ik weet precies wie dit is. Oh boy. Oké. Jellers gaan hier heel erg belangrijk worden. Dat dit al de final level is, zeg. Zitten daar vijandjes nog er extra bij? Och, we hebben daar kwalletjes. Die moeten we eventjes uitschakelen. Oké. Valt hier nog wat... Oh, hier hebben we nectar. Gewoon alles. Gewoon iedereen. Tot we allemaal bloemetjes hebben. Dat verdient een bloemetje. Ja, een keertje de originele. Niks bommetje. Ik wil geen bommen. Ik wil geen bommen zien. Oké, dus die kwallen die moeten we wel eventjes uitschakelen zonder dat we de bos triggeren. Die gaan het natuurlijk heel erg moeilijk voor ons maken. Daar zit ook nectar in. Mochten we wat nectar kwijtraken. Ik weet dat we de gele nodig gaan hebben. Laten we zelf even kijken of we zo'n kwal even deze kant op kunnen lokken. Ah, goed zo. Oké, gewoon Pikmin erop gooien. Je hoeft niet bang te zijn tot Pikmin daar dood eraan. Zo snel is dat beest niet. Gewoon zoveel mogelijk Pikmin erop gooien. Juist, hier kijk je denk ik. Nee, joh. Oké, dus nou willen we de muren gaan knuffelen. Ik hou van de muren. Muren zijn lief. Zeker hier. Omdat we willen dat beesten absoluut niet spannen. Volgens mij hebben we bijna eigenlijk alle bazen gehad, behalve meneer Krabs en de Water Ray. Dus, Oké, volgens mij zat er hier nog eentje. Kunnen we hier heel voorzichtig? Oh, jij bent ook nog zo'n grote. Oké, niet bij hem in de buurt komen, want anders slurpt hij daar in één keer mijn halve party op. En dat wil ik natuurlijk niet. Blijven we hem gooien.
En... ja, gewoon doorgaan, gewoon doorgaan, gewoon doorgaan. Hij heeft nog niet eens een slurpanimatie kunnen doen. Oké, nou, dat is alleen maar rustig. Oké, blijf die muur knuffelen. Ik denk dat er hier nog een gewone zit. Blijf die muur knuffelen. Oké, gewoon nog opgooien. Even zorgen dat de ballerina goed klaar is. Dat we ons geen zorgen hoeven te maken over de vijand. Oké, dan kunnen we die nectar die we nog hebben, die kunnen we dan nog even gebruiken voor onze Pikmin die gedeflowered zijn. En dan gaan we daarna maar beginnen met die een baas. Ik weet zeker dat we hier de gele ook weer voor willen gebruiken. Alleen we moeten dus, vergeleken met Daddy Longlegs, moeten we dus uit gaan kijken wat deze heeft. Gigantisch grote poten. Hij leeft op grote voet. Nou, jullie sluggen dat eventjes op. Oh, daar hebben we nog één paarse. Oké. Dus ik wil Team Geel bij me hebben. En dit gaan we ook zeker doen als Olimar. Omdat we anders het probleem gaan hebben tot... Oké, hebben we alle gele? We hebben allemaal gele, oké. En de president daarentegen... die neemt heel eventjes deze mee. Om hem te spawnen. Dan lopen we gelijk terug. En dan hebben we dus gelijk een mooi aanvalspatroon. Oké, komt ie? Komt ie maar. Dankjewel. Jongen, zeg. Waar ben ik eigenlijk een grote? Dus ja, een nieuwe bos. Volgens mij was dit de Armored Daddy Longlegs. Ik weet niet precies. Kijken we dadelijk al in de stats voor. Wat je wil doen is je wil wachten tot hij dus klaar is met lopen. Want die poten die zijn extreem groot en pijnlijk. Dus je wil wachten tot hij dus klaar is. Trouwens, hij staat geen 1 seconde stil, die eikel. Wel. Jawel, hij staat dus eventjes stil. Oké. Ik ga hier ook weer Red Potions voor gebruiken. Zeker heel erg handig om die te gebruiken. Oké, dus we willen wachten tot hij weer een beetje in een goede positie staat. Wachten tot hij klaar is. Ik denk dat dit een hele goede aanpak is om daar hier nou te doen. Ja. Nu. Hij heeft een enorme defense. Oké, dan gaat hij achterste komen. Dus dan kunnen we al eventjes rustig gooien. Vindt hij niet leuk. Oh, nou kijk in. Nou toch een stampen zegt. Ziet hem boos worden. Oh. Oké, als jij zo agressief blijft stampen. Oké, dan wachten we eventjes. Eerst naar achteren. Dan gaat hij voor. En dan gaat hij voor. Oh, hij doet het nou diagonaal. Oké, wacht even. Dan gaan we hier even... Oh, hij doet niks. Gewoon gooien. Blijf druk fluiten. Want dan gaat hij weer stampetjes spelen. Ben ik er eentje kwijt? Nee, oké. Alleen een beetje deflowering. Gaat hij nog een keer stampen, geloof ik? Je wilt zo rustig aandoen met deze gast. Je wilt gewoon echt hier de tijd voor nemen. Daar heb ik denk ik nog niet eens verder red potions. Maar nog een keer, gaat hij nou omhoog? Ja. Kunnen we weer gaan gooien. Oké, dit gaat goed. Gaat hij weer stampetje spelen. Boink, 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 boink. Hij is muzikaal. Hij doet me een beetje denken aan die baas van Bongo Bongo. Van Ocarina of Time. Oké, dan gaan we weer... ik wil Pokémon zeggen, hoorden jullie het. Ja, doe maar even. Oh, die stampanimatie die gaat nou eerst. Oh, dit doet lekker veel schade. Oké, nou is hij klaar. Als hij die stampanimatie doet en alle Pikmin zitten erop. Oh, dat doet zoveel lekkere schade. Oh boy, hij komt nog wel heel dichtbij. Afstand houden, hè. Oké. Opgooien. Oh, dit gaat weer veel schade doen. Oké, terugvragen. Gelijk hier weglopen, want we zitten nou best wel in een gevaarlijk hoekje daar. Oké. Volgens mij heb ik hem in de loop. Volgens mij heb ik me helemaal geen zorgen meer te maken over hem. Oké, doe die animatie nog eens een keer. Ah, hij wil mij plat stampen. Zagen jullie het? 3, 4. Nou is hij boos. Wil hij ze eraf schudden? Gaat niet lukken, want ik ben eerder met mijn fluit. Stam, stam, stam. Dat doet hij 8 keer. 8. Oh, dat doet hij nou 12 keer zelfs. 16 keer. Ho maar. Het is goed. We weten dat je boos bent. We weten dat je niet verslagen wil worden. Maar dat boeit me helemaal geen ene moer. Als ik deze kan verslaan zonder één Pikmin kwijt te raken, dan ben ik echt een heel trots konijntje. En dat is 4. En dan wil hij die shake animatie gaan doen. Geef ik hem de kans niet voor. Boink, 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 boink. La 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 la. Het lijkt wel een wandelend drumstel ondertussen. Oh, ben je weer uitgepeurd hier? Heb wat Pikmin op je snavel. Oké, ja, dit is hem. Doei! Ah. Wat zielig. Jongens, jullie hebben het goed... Oh, we hebben re-30 voor nodig. Oké, we hebben reinforcements nodig. Doe die er maar bij. En dan komen we dus het hoofd van Rob tegen.
Voor de mensen die niet weten wat Rob is. Rob was... sowieso een playable... Smash karakter. Zoals de meeste van jullie wel weten. Maar dat was dus een add-on die je bij de Nintendo had. En er waren twee spellen op gebaseerd. En er moesten dan, ik weet niet hoeveel batterijen in. Batterij! En daar kon je dan een spelletje mee spelen. Was hartstikke traag. Volgens mij heeft de Angry Video Game Nerd er zeker ook een review van gedaan. Dus, maar goed, we hebben hem dus. The Rob, 250 poko's. Hartstikke leuk. Remembered Old Buddy. Oftewel R.O.B. Rob. Ja, heel erg leuk. Dus best wel leuk om die zo vinden, om die weer hier zo te vinden. Goed, dus dat was een final level. We zijn er klaar mee. En de president die heeft het overleefd. Ik dacht echt bij de vorige aflevering van met de president ga ik echt wel een probleem mee krijgen. Maar ik wist niet dat er maar 15 floors waren. Maar wat ik dan niet snap is, we hadden 14 treasures. En sommige die hadden geen treasure. En sommige weer wel. En nou, maakt niet zoveel uit, denk ik. Waar zit hier de uitgang? Daar. Oké. Doei! Ik ga hier weg, want ik ben hier klaar. Dan moeten we wel die Bobman achterlaten. Doei, Bobman. Het was leuk om jullie te zien. Oh, het waren maar 13 treasures. Ja, dan klopt het. 2 treasures waar niks in zit. En, of 2 floors waar niks in zat. Een soort van rest case. Oké, 8 Pikmin kwijt. 2200 poko's er weer bij. Ik ben er tevreden over. Dit is wel een hele korte aflevering, moet ik eigenlijk zeggen. Aan de ene kant best wel zonde. Wistful Wild. De laatste floor. En als ik me niet vergis, voordat we die dungeon in gingen, zaten we in een countdown. Dus ik denk dat het ook gelijk het einde van de dag is. Dus ja, wordt het een hele korte aflevering. Dan ben ik... Ja, gebeurt ook wel eens een keer. Ik bedoel, de vorige aflevering was 26 minuten. Dus een keertje een korte, dan mag ik niet eens opleiden. Ik ga gewoon naar Sunset. Ik bedoel, we zijn wat Pikmin kwijtgeraakt. Maar op zich vind ik niet dat we het verkeerd gedaan hebben. Dus go to Sunset. Hoppakee. In die 7 seconden kunnen we echt niet naar die final dungeon toe lopen. Dus dat is op zich wel jammer. En de president die heeft het overleefd. Ik bedoel serieus, de president had enorm veel schade. Dus dan wil je echt niet voor die damage. Dan wil je gewoon echt helemaal nieuw Pikmin team bij je hebben. Alleen moet ik wel zeggen dat we het Pikmin team dan een beetje aan moeten gaan passen. Omdat normaal gesproken ga ik altijd met de 20 formatie... Ik haat jou. Normaal gesproken gaan we altijd met de 20 formatie in caves. Maar bij de laatste cave wil je dat eigenlijk niet doen. En de reden waarvoor, dat zullen jullie ook zeker zien in de volgende aflevering. Of niet in de volgende aflevering, wanneer dat we op dat punt komen. Nou, in de volgende aflevering zien jullie wel hoeveel dat we met Pikmin meenemen. Maar goed, vandaag zijn wij. Hoeveel rijker geworden? Volgens mij die 2200, want ik heb... we hebben nog die andere treasures ook meegenomen. Dus in totaal bijna 2500. Dat is niet slecht. We hebben een dubbele. Oké, we zijn 1 blauwe kwijt, we zijn 1 witte kwijt. 3 paarse zijn we kwijtgeraakt. Dus we hebben er geen 100 meer, maar dat maakt niet zoveel uit. Oké, we kunnen nog... Ja, we zitten op 74. Oké, eentje door een explosie, eentje door poison. Ja, dat komt op, ja, dat beest, dat schietbeest, die armored beetle, die wordt gezien als... Louis, are you eating well? When you were a boy, you were quite skinny, so I made you clean your plate. Be sure to cook suspicious food before eating it. Oké, dankjewel, Granny Louis. Grandpa Louis, weet ik veel. Dankjewel voor die mail. Ik vind het wel grappig goed dat we nou, ik weet niet hoeveel mails binnenkrijgen van Louis, terwijl dat, Louis vermist is. Maar goed, we hoeven dus nog alleen maar naar de Dream Den. En daar zitten nog 21 treasures. En daar zit de final boss in. Dat is echt de laatste cave waar dat we naartoe moeten. Maar dan ben ik toch wel heel eventjes benieuwd hoe dat die bosses nou eigenlijk heten. Daar wil ik toch wel heel eventjes een beetje tijd in gegooid tot we toch een beetje rond de kwartier zitten. Dit was de Raging Longlegs. Dus niet Daddy Longlegs, maar Raging Longlegs. Oké, nou, hartstikke leuk. We hebben de Water Raid. Ja, dit is Daddy Longlegs. Manatlegs. Ik dacht, oh nee, dat is de geweerversie. Beady Longlegs. Ik blijf gewoon Daddy Longlegs noemen. Waarom? Ik heb te veel Binding of Isaac gespeeld. Ik weet het, jongens. Mijn excuus daarvoor. Dus die heeft gewoon 6 Pikmin van ons gekilled. Maar ja, de laatste versie niet. En jij hebt helemaal niks kunnen killen. Haha. Heerlijk. Goed. Nou zijn er nog wel een paar secrets die je zou kunnen doen met dagen. Tot als je over de 20 dagen, 40 dagen zit. Dat je heel veel potions te pakken zou kunnen krijgen. Of dat je een bos moet verslaan. Net zoals bij de andere. Maar er zijn geen hidden bossen zoals in Pikmin 1. Die ga ik ook niet laten zien, omdat we moeten de hele tijd dag over. En het is zeg maar handig om potions te krijgen, maar de potion glitch die zorgt er eigenlijk al voor dat je het niet nodig hebt.
Dus, ik denk toch dat ik deze aflevering ga afsluiten. In de volgende aflevering gaan wij richting de Dream Den, nemen we ons team mee en gaan we naar de Final Dungeon. Ik dank jullie voor het kijken, heb je het leukste momentje, laat het weten in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt, laat een like achter natuurlijk. Als je daar de tijd voor hebt, kom maar praat ik snel, maakt me helemaal niet uit. Ik dank jullie voor het kijken, ik dank jullie voor de support en ik hoop jullie allemaal te zien bij de volgende aflevering.